Het datacentrum Datasur heeft tijdens een workshop op vrijdag 21 oktober haar nieuwe dienst Security as a Service gelanceerd. Ook bedrijven in Suriname krijgen te maken met IT security issues zoals ransomware, data breaches en phishing. Tijdens de workshop in Courtyard bij Marriott is aangegeven hoe middels deze nieuwe dienst de schade als gevolg van genoemde issues voorkomen kan worden. Het doel van vandaag is dus dat wij onze klanten bewust willen maken van de trends als het gaat op het gebied van cybersecurity. Wat zij allemaal in place zouden kunnen hebben. Het Datasur, dat enige commercieel datacentrum in Suriname, zorgt er dus voor dat data veilig wordt opgeslagen van klanten in en buiten Suriname. En hierdoor moet je dus natuurlijk ook voldoen aan de internationale standaarden en beveiliging daarvan, want niemand wil dat er iets gebeurt met hun data of met hun informatie. En daarbij zijn wij dus al zeker 7 jaar ISO 27001 gecertificeerd. Dat houdt in informatiebeveiliging, informatiesecurity. Dus we hebben alles in place om te voldoen daaraan en daar nemen we onze klanten ook mee. Sinds dit jaar hebben we ook een tweede ISO-certificering erbij. Dat is ISO 22301. Dat is business continuity. Stel je voor, er gebeurt wel iets met je data. Hoe ga je verder? En die certificering hebben wij nu ook erbij gehaald. En we hebben zoiets van, we give back to our customers. Het gaat voornamelijk, de focus is voornamelijk onze klanten. Waar wij ze dus bewust willen maken van wat er allemaal gebeurt. En vandaar dat we vandaag deze workshop hebben georganiseerd. Samen met een partner van ons in het Nederland. Die ons ook steeds begeleidt in het traject. Om ook terug te geven aan onze klanten. Dat is heel erg belangrijk voor Datasur. We doen dit vaker. De aanpak van Datasur is een sectoriële aanpak. Dat wil zeggen, wij kijken steeds naar verschillende sectoren in Suriname. We doen daar workshops, we doen daar sessies met de verschillende sectoren. En kijken van, hé, wat is de pijn en waar kan Datasur, wel dan niet alleen of met onze partners, bijdragen om het IT-niveau in Suriname te brengen naar de next level. Iedereen praat over de vierde industriële revolutie en noem maar op, artificial intelligence, IoT. Maar praten we, moeten we het bij praten laten. Wij vandaar dat we zeggen, nee, we moeten doen. En vandaar dat we nu dus steeds elke keer kijken naar verschillende sectoren. En dit keer hebben we dus bewust gekozen voor onze klanten, voor de security. We hebben januari eerder dit jaar, hebben we het gedaan met de advocaten in Suriname. En toen bleek van, hé, ik wil een beetje automatiseren, maar ik weet niet hoe. En we hebben een applicatie gebouwd voor de advocaten, waarin zij hun input hebben gegeven van, hey, hoe moet het werken. En dat doen we steeds per sector. En ook voor de multimedia, voor de health sector. En dat is de manier waarop wij onze Surinaamse gemeenschap dienen. Wij hebben het gesteld op maximaal 50 personen. Gewoon vanwege de grootte. En we wilden met een kleinere groep beginnen. Datasur heeft wel ongeveer 600 klanten. We zijn van 30 klanten naar richting 600 klanten gegroeid. En we hebben het opengesteld. Maar we hebben hem gecapt op 50. En we gaan het vaker moeten doen. Want we worden ook al op onze vingers getikt. Waarom mag ik niet meer erbij? Maar we kijken even wat is de. Wat is het gevoel erbij? Zijn mensen open ervoor? Want als het om databeveiliging gaat, zijn we nog een beetje terughouden. En zoals mijn directeur vandaag bijvoorbeeld in de presentatie aangaf, zijn mensen, als er iets is, een breach is in Suriname, there is no party in this country that says, je moet het melden, er is geen meldplicht. En wij willen onze klanten bewust maken, het is niet erg als iets gebeurt. Natuurlijk wil je dat niet, dat daarvoor zijn we hier en daarvoor doen we dit. Maar als er iets gebeurt, hoe ga je ermee om? Toch, Suriname is een klein land en je kan gaan kijken, als er een breach is, kan je kijken omzetten. Maar iets waar we heel veel rekening mee moeten houden is imago-schade die je kan oplopen. En daar proberen we dus vandaag ook onze klanten weer bewust te maken van wat acties ze allemaal kunnen ondernemen. Ja, cybersecurity is maar één aspect. Ik zei het al, we zijn ook ISO 22301 gecertificeerd. Business continuity. Hoe ga je door met je bedrijf? Een cyberattack is maar één
één aspect. Maar je hebt ook andere disasters die je kunt overkomen. Denk maar aan stroomuitval. Denk maar aan internetuitval. Denk maar aan overstroming. Denk maar aan iemand die data van je organisatie naar buiten brengt. Denk maar aan iemand die iets van je schrijft op Facebook. Dit zijn allemaal zaken die wij meenemen in deze sessie vandaag. Niet alleen wat je mobieltjes en je servers en je computers, but also your people. Ook je omgeving, ook je logistiek. Heb je daar goed over nagedacht? Waar zit je servertje? Hey, wie heeft toegang naar je computer? Wie heeft toegang naar je mobiel? Met wie praten je mensen? Noem maar op. En dat zijn allemaal aspecten die wij vandaag ook behandelen met onze klanten. Ik zou willen zeggen, niet iedereen hoeft ISO gecertificeerd te zijn, want het kost heel veel geld. Dat begrijpen wij ook. Maar waar wij als Datasur wel in helpen is dat je compliant bent, dat je kan voldoen aan de eisen. Dus als je als organisatie denkt van, hey, maar wat zou ik allemaal moeten doen? Waar sta ik? Waar zou ik aan moeten werken? Mag je gerust contact opnemen met Datasur en we gaan samen met de klanten door het heel traject. Voor ons als bedrijf, ICT-bedrijf in Suriname, is het heel erg belangrijk dat we niet alleen kijken naar innovatie, dat we niet alleen kijken naar digitalisering, maar dat we ook kijken naar het veiligstellen van de investering van deze twee eerder genoemde begrippen, innovatie en digitaal investeren. De reden waarom we dus dan deze workshop hebben georganiseerd is te weten aan het feit dus dat er wereldwijd een heleboel geld verloren gaat aan bedrijven, van bedrijven waar er zwaar geïnvesteerd is in digitaliseren. Dat is ook ons value proposition, dat is de waardepropositie die wij teweeg brengen bij onze klanten. We zeggen ze digitaliseer, innoveer, maar hou rekening met veiligheid. Precies wanneer je eigenlijk een nieuw huis bouwt, ga je die vereisten zetten, je gaat alarm zetten, je gaat hem verzekeren en noem maar op. Hetzelfde gebeurt dus dan ook binnen de digitale wereld. Vandaar dat we een partner hebben aangetrokken uit Nederland die eigenlijk al de subject matter expert is, die dus dan de klanten in Suriname zal begeleiden, zodat zij ook hun investeringen van Datasur bij hun dan kunnen veiligstellen op zo'n manier. En er zijn er daarvoor dus dan internationale certificeringen. Datasur zelf heeft twee certificeringen. Security Management, dat is 27001. En Business Continuity Management, dat is 22301. Het zijn internationaal gerenommeerde certificeringen waar je dus dan kunt bewijzen als bedrijf dat je voldoet aan de standaarden, dat je data en je investeringen in digitale oplossingen voldaan is. Hetzelfde willen we dus dan ook gaan doen voor onze klanten.